Hoi. Hey, ik rijd weer eens op de A28. Maar ik ben een beetje... ik ben niet zo lief geweest voor mijn schatje. De belangrijkste liefde op dit moment in mijn leven. Mijn Leona. Leona Cupra, hey. Want zij is onlangs, zo'n 373 kilometer geleden, is zij door de magische 250.000 kilometer grens gegaan. En dat is natuurlijk, dat is iets wat je moet vieren. Dus mijn schatje is een beetje viezig. Ik heb er vanmorgen al wel lekker uitgezogen. Dus, maar ik ga zo even lekker. Nou, op met mijn appen, mensen. Ik ben aan het autorijden. Maar ik ga zo even... Trouwens, ik rijd precies maximum snelheid. Zegt, mijn toerenteller heeft echt zoiets. Hallo, het kan veel hoger, hoor. Hoppa, gewoon netjes 120 richting Zwolle. Zwolle, ja. Maar ik ga zo netjes even lekker mijn auto het allerluxe programma geven om te wassen. Dat ze helemaal shined. Hè, als de dame die ze is. Dat we in stijl naar Rotterdam kunnen. Maar... Dus van harte gefeliciteerd met de 250.000 kilometer. En Koen, heb jij dan zelf die 250.000 gereden met die auto? Nee. Toen ik haar kocht, had ze... Volgens mij zat ze toen al boven de 2 ton. Of ik dat paraat heb. Heus wel. Eens even kijken. Kijk niet, hè. Want hij is toen op een gegeven moment is hij even door. Gast, doe even normaal. Als je er af wil, moet je niet op de linkerbaan rijden. Maar goed. Eens even kijken, hoor. 2017, toen was de dame nog niet van mij en toen stond ze op 193.085 en daarna, het volgende onderhoud is van 13 februari 2018, toen had ik er al wel, want ik heb haar rond Halloween, in ieder geval in oktober, heb ik haar gekocht, oktober 2017. En op 13 februari 2018 stond de teller op 213.105. Dus ze was iets over de 2 ton, denk ik. Dus ik heb al 50.000, nou bijna 50.000 hele fijne kilometers gereden met mijn schatje. In 2,5 jaar, denk ik dan. Dus dan... Als je dan terugrekent, dan kom je uit dat ik gemiddeld 20.000 kilometer per jaar rijd. Nou ja. En als je dan met een Leon Cupra rijdt, dan rij je niet de goedkoopste kilometers. Want ik vind het fijn om de duurdere brandstof te tanken. En dat is niet alleen omdat ik niet geloof in E10. Dat het gewoon opluchting is dat je hetzelfde betaalt voor minder benzine. En dat je minder kilometers maakt met 1 liter. Nee, maar met de premium brandstoffen, of de 98 of de 102 zelfs in Duitsland, maak ik gewoon veel meer kilometers op 1 liter. En kijk, mijn motor die kan dat hebben met haar meer dan 300 pk. Die houdt wel van een lekker pittig sapje. En als die dus een iets armere brandstof heeft, met euro 95 of helemaal dat E10, dan heeft de motor dat door en dan... Ja, dan moet hij meer benzine gebruiken voor hetzelfde wat ze doet. Dus het is... ik heb het onderzocht, hè. Je betaalt per liter betaal je meer voor de V-Powers en de Excellium en de... Hoe heet dat van de BP? Per liter betaal je meer. Maar je krijgt er ook meer voor terug. Sowieso veel meer kilometers per liter. En ook al die spaaracties en zo, want ik ben helemaal gek van alle sparen natuurlijk. De freebies en de air miles en de... Ik krijg allemaal
wel extra als je een premium brandstof neemt. Dus uiteindelijk onderaan de streep is het goedkoper om in Duitsland te tanken. Heus wel, dat scheelt echt 40 cent per liter of zo. Dat is echt niet. Tenminste, als je aan de grens vergelijkt hier met de snelweg. Dat is natuurlijk geen eerlijk vergelijk. Maar die maak hem wel gewoon. Hoi! Dus, hey, maar ik ben dus onderweg. Ik ben onderweg naar een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van. Hey, is Guus er ook? Ja, Guus is er ook. Guusie! Guusje! Guusje! En de laatste keer dat ik naar Ahoy was. Ahoy! Is echt, toen was ik nog. Toen had ik nog verkering met Marinka. En toen had ik denk ik nog geen rijbewijs. Toen woonde ik in Lelystad. En toen gingen we met de trein en de metro gingen we van Lelystad naar Ahoy. En dan waren er twee vriendinnetjes mee. Even denken hoor. Volgens mij Kim en Julze. Kan dat? Alsof jij dat weet. Maar als je het weet, zet het in de comments. Volgens mij Kim en Julze. Denk. Maar ja, ik ga nou ook met twee vriendinnetjes. Dus dat klopt het wel weer. Dus. Ik ga naar mijn vrienden. Hè? De vrienden van Amstel. Met mijn vriendinnen. Dus met je vriendinnen en je vrienden. Klopt toch? Maar volgens mij mag je hier maar 80. Dus waarom rij ik hier 101? Dat is niet handig. Hoppa. Hey, maar dat was het even. Dus gefeliciteerd met de 250.000. Had ik maar zoveel abonnees. De views komen. Volgens mij heb ik bijna 40.000 views. Dus dat is ook wel weer stoer. Maar zolang je niet 1000 abonnees hebt. Maakt dat helemaal geen flauws uit. Maar weet je, ik doe YouTube niet voor de centen. Niet voor die YouTube money. Nog niet. Gewoon. Het is gewoon nu een hobby. En een hobby mag geld kosten. Er hoeft geen geld op te leveren. En misschien moet ik als ik een keer wat tijd neem. Wat stappen nemen om het allemaal even iets professioneler te doen. Met een mooie intro. Met standaard muziekjes eronder en zo. Maar dat is leuk, maar dan moet je ook gaan investeren in Adobe software. En dat is allemaal prima. Maar dan moet ik eerst even wat geld verdiend hebben als telecom consultant of als bed and breakfast houder of als handelaar in alles wat los en vast zit. Dat maakt me niet uit hoe, maar nu nog even niet. Dus. En ben jij toevallig nog niet geabonneerd? En vind je het toch wel grappig, die gekkie? Gekkie het Gollo, ja! Is het dikke Seat? Dikke Seat! Nee, dat was gekkie uit Oranje. Nou, ik weet niet of dat ging. Dat was wel internetgekkie, toch? En ik ben je gekkie uit Gollo, dus doe maar gek, de wereld is al normaal genoeg. Dus, hashtag gekkie het Gollo. Als je dat een grappige naam vindt. Reageer er dan mee in de comments. Dan weet ik dat jullie het grappig vinden. En anders verzin ik toch wat anders. Mijn brein maakt soms hele bijzondere sprongen. Maar ik vond gekkie het Gollo vond ik wel leuker. Dus beter dan die YouTuber. Weet je. Ik heb vernomen dat ik wel eens. Ja, die YouTuber wordt genoemd. Maar ja, dat is niet echt een unieke naam, toch? En Johan die doet toch goed uit Gollo. Dus ben ik gewoon gekkie uit Gollo. Doei.